Twee mensen zijn gewond geraakt in Meersen afgelopen weekend nadat de motor van een vrachtvliegtuig explodeerde boven het dorp. De brokstukken kwamen overal terecht en een eieren vrouw werd geraakt door een van de brokstukken. Ze is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een kindje dat een van de brokstukken wilde oprapen brandde zijn heen. De metalen delen van de geëxplodeerde vliegtuigmotor kwamen overal terecht en zorgden op de grond om rangeren voor schade aan auto's. Even na 4 uur hoorden we in één keer 2 knallen. En een vliegtuig die vloog over. En op een gegeven moment de linker motor die ging 2 keer in brand. En een paar seconden daarna regende het van zo'n stuk allemaal uit de lucht. En toen zijn we gevlucht onder het schop en onder de keuken, daar een keukentje. Het was echt akelig, zeer en zeer akelig. Dat hopen we nooit meer mee te maken. De zonnepanelen, in de uitbouw dus, die glasplaten, die stoel en de auto. En ja, morgen gaan we nog wel eens even verder kijken wat er nog meer aan scheelt. Dus we staan nog te trillen op onze benen, laten we het zo zeggen. 2 knallen, echt gewoon 2 knallen. En even daarna zag je echt dat de motor echt een vuur had, de linker motor. En 2 keer, en die ging uit en daarna weer, hop, weer een vlammen. Nou, we waren net onze spullen op het ruimen en toen hoorden we een knal en nog een knal. En toen was het net of dakpannen uit de lucht vielen. Maar achteraf bleek dat allemaal stukjes ijzer te zijn. En dat was behoorlijk beangstigend. Alle kanten van ons vielen om ons heen. Wij zijn dus teruggerend om onder een soort afdak te gaan staan. En er was een buitenlandse mevrouw die was gevallen. Die lag plat op de grond. En die heeft gelukkig ook geen brokstuk op haar gekregen, maar wel allemaal om haar heen. En daar staat bij Bosch Car Service een rode auto. Daar zie je zo'n stuk in het dak van de auto. Ja, daar lag die mevrouw dus werkelijk 1,5 meter, 2 meter vandaan. Ze was wel behoorlijk beangstigend. Mijn vrouw keek zo naar boven toe. Er kwam een vliegtuig over. Nou, dat zien we natuurlijk vaker. En ineens zei ze, daar komen vlammen uit het vliegtuig. Het hoorden we wat slagen. Ja, we waren er wel verbaasd over. En een aantal minuten later kregen we dan via WhatsApp foto's door van de garage. Waar dat stuk ijzer in het dak van de auto zit. Ja, vervolgens kregen we allerlei appjes van, er is van alles aan de hand bij ons in de straat. Dus zijn we maar snel hier naartoe gekomen. Heel veel kleine stukken zoals je op alle auto's hier ziet. Maar dit is wel redelijk extreem, ja. Het vliegtuig kon zonder problemen doorvliegen met een motor minder en had een voorzorgslanding gemaakt in Luik. Het vliegtuig vloog niet terug naar Maastricht omdat in Luik een langere landingsbaan is. Het vliegtuig was net opgestegen vanaf Maastricht-Aken Airport en had als bestemming New York. Vermoedelijk is een van de motoren in brand gevlogen en daarna ontplof. Er volgt een uitgebreid onderzoek om te kijken wie dat had kunnen gebeuren. Het is sowieso altijd al akelig geweest, want ze komen best wel heel laag over. Tot soms hebben ze iets van, als ze maar het boven het dak blijven. Dus het is akelig. En het is niet de eerste keer dat iets gebeurt. Hè. Een paar jaar geleden is het nog eens gebeurd, tot de dakpannen van de daken afvlogen. Dat ze ook te laag overkwamen. Het ging op een vrachtvliegtuig, Boeing 747. Dat vliegtuig is onmiddellijk na het opstijgen heeft een probleem gekregen met de motor. Die is ook in brand gevlogen. Het vliegtuig heeft toen besloten om door te vliegen naar Luik, om daar te landen. Echter onderweg heeft hij vanuit die motor diverse metalen onderdelen verloren die in de wijk in Meers terechtgekomen zijn. Daardoor zijn meerdere auto's beschadigd. En ook één persoon, een vrouw, is door zijn metalen onderdeel geraakt en is lichtgewond geraakt aan haar hoofd. Maar die wordt wel voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. We zijn gewend dat er pannen van de daken vliegen al in Beek en in Meersen. Maar dat dit kon gebeuren, dat hadden we niet voor mogelijk. Ons wordt steeds als burgers verteld dat het allemaal veilig is en dat er niks veiliger is dan vliegen. En dat die toestellen goed onderhouden worden. Maar dit zijn toestellen uit de Arabische landen. Ik weet niet zeker of daar ook de keuring en de APK zeg maar, van die vliegtuigen zo optimaal is. We moeten natuurlijk nog afwachten wat de reden is, maar dit had natuurlijk ook heel vervelend kunnen aflopen. Wat ik er zelf van mee heb gekregen is dat ik de knallen gehoord heb. Ik woon hier ook in het dorp. En schrok daar ook enorm, want het waren enorme knallen. En vrij kort daarna ben ik geïnformeerd over datgene wat er gebeurd is. Een brandende motor in een Boeing 747.
die tot ontploffing of in ieder geval tot ontbranding is gekomen en met onderdelen in een woonwijk is terechtgekomen. Zover als we nu weten gaat het echt om onderdelen van die motor. Dus die motor is er niet van afgevallen, maar meerdere metalen onderdelen daarvan die zijn in de wijk terechtgekomen. We hebben ook inmiddels meerdere meldingen van schade aan voertuigen gekregen en dat gaan we nu verder inventariseren. Het was nog mooi weer, heel veel mensen buiten aan het werk, dus ze hebben het ook heel intens beleefd. Dan zitten er gewoon enorme schrikreacties in. Moeten we naar binnen, moeten we naar buiten, wat is er gebeurd? De schrik zit er goed in en ik voel dat ook wel met ze. De afstand vanaf het zuidelijkste puntje van de baan tot hier, als je dat aan de noordelijke kant zou doen, dan zit je dus op het terrein van Gemmelot. Ja, met een 5-6 kritische fabrieken die daar staan, want daar moeten ze voortdurend omheen vliegen. Ook dat gebeurt niet. Je ziet regelmatig die grote vliegtuigen over de Rijksweg naar beneden komen. Zijn niet zo wendbaar, die grote jongens. Dus ook als die opstijgen naar het noorden toe, dan kunnen die ternauwernood draaien om over Gemmelot uit te wijken. Ja, als dat dus andersom was gebeurd en deze delen hadden op die fabrieken terechtgekomen, ja goed, dan was de ramp niet overzien geweest. Dan hadden we een inferno gehad. De luchthaven is voor de gemeente Meersen, maar voor een aantal gemeenten in Zuid-Limburg een discussiepunt. Er zijn voor- en er zijn tegenstanders. En in de gemeente Meersen zijn over het algemeen, zeker in dit gebied hier, nogal wat zorgen omdat vliegtuigen echt over die woonwijk heen gaan. We zien dat de luchtvaart afgenomen is nu in deze coronatijd. Maar de vrachtluchtvaart die is er nog. Ten principale is natuurlijk luchtvaart een veilige manier van vervoer. Maar dat doet niks af aan de schrik. En de onrust die dit nu bij mensen oproept. Hij is gelukkig in de lucht gebleven. Kijk, zoals ik al zei, op 3 motoren kan hij prima doorvliegen. Alleen vervelend is inderdaad dat er diverse onderdelen in de wijk terechtgekomen zijn. Nou, met resultaat en schade. En ook helaas 1 lichtgewonden. Wat ik als burgemeester op dit moment hier doe, is vooral met de mensen praten, naar ze luisteren en met ze meevoelen hoezeer of ze geschrokken zijn. Aan jullie of aan anderen informatie geven over het informatienummer wat er is. Dat ze de spullen die ze vinden niet moeten oprapen. Dat ze moeten bellen naar een nummer. En dan gaat dat opgehaald worden en ook gerubriceerd. Dat is gewoon informatie die ik geef. Maar vooral ook als burgermoeder. Om maar gewoon voor hun te zijn.